Nou, daar zijn we laat. Het begon eigenlijk wat mij betreft, en het leuke is dat de mensen van de kleding, met wie we bezig zijn om de kleding vorm te geven voor deze film, die waren op een rommelmarkt geweest en die kwamen met deze poster aan. En het leuke is dat dit, wat mij betreft, hiermee begonnen is. Deze poster heeft voor mij vandaag op school in de klas, bij meneer Havers, net zoals de zorgvriend. Ik zat altijd naar te kijken en iedereen kent het verhaal van Barends en die mannen die daar onder erbarmelijke omstandigheden de winter hebben doorgebracht met elkaar, proberen te overleven in een ongelooflijke, harde, ruwe wereld met continu dreigingen om hen heen. Je ziet ook gevechten met die ijsberen en ik vond het altijd zo'n spannend verhaal. Mensen zijn overleden daar en uiteindelijk is de beslissing genomen toen het eerste licht weer te zien was om op de twee sloepen die ze hadden klaar te maken om 2000 kilometer weer proberen terug te komen in open boten over de IJszee, terug naar een bewoonde wereld. Als ik dat zo zeg, denk ik, wauw, leuk verhaal, maar als je nagaat hoe die gasten dat beleefd hebben, dat heeft mij altijd bijgestaan als een heldenverhaal. En daar is dus nooit een film over gemaakt. Gerrit wordt gespeeld door Robert de Hoog, gouden kalfwinnaar, prachtige acteur, waar ik doelgrijp ik ben. Skin Schemer, die heeft met oude Skin Schemer hele bijzondere dingen gemaakt. En Catharina wordt gespeeld door Duitse Poes. Kijk, zij is maar gek, zeg een applaus, want anders is zo. Ik zit middenin. En, nou ja, ik vind het gek gewoon toen ik las een persbericht op filmfestival site dat jij deze film zou gaan maken. En toen zei ik heel bij de hand tegen mijn agent van ja, daar zou ik wel heel graag in willen. Het wordt gewoon zo'n spektakel, gewoon een jongensdroom die uitkomt. En het lijkt me echt fantastisch ook om met Douwe te werken. Ja, het is echt, en het is nu nog een beetje onwerkelijk, maar over 25 dagen zitten we er en gaan we beginnen. Ik heb er ontzettend veel zin in.